Goedemorgen en wat een voorrecht om hierdie dag samen met jou te kan begin. Het is altijd so lekker om een gedachte in die kop te krijgen voordat die mense in die dag ingaan, want die gedachte vul jou hele dag, is amper soos so sê mindful. Je moet weet waar toe jou pad is. Nou, vanochtend wil ik voor jou sê, wat is een firewall? Een firewall in een rekenaar is iets wat jou rekenaar beskerm tegen een virus. Want die oomblik as daar een virus inkom, en jy klik op die ding, dan besoedel jou hele rekenaar, en teendeel die hele rekenaar is daarmee in. Nou, ons brein, ons mind, is precies diezelfde. Ons kan niet toelaat, laat gif inkom, en ons denk, ons gaan dit weerstaan. Die Satan komt elke dag, en hij probeert in jouw lichaam, in jouw brein, in jouw gedachten, probeer hy gif inzet. Ik wil jou vandaag uitdag, zet een firewall op in jouw kop. In plaats van om toe te laten dat al die strooi, al die kommer, al die vrees van die wereld in jou inkom, zet woorden van geloof. Die firewall is geloof. Zet woorden van geloof tegen jou. Zet het in jouw mond, spreek dit. Dan kan die anders twak van die wereld niet in jouw kop ingaan en jou kom besoedel en jou beroof van leven nie. Geniet het, dis die moeite werd.